Sinds enkele weken biedt Inclusio Leiden op maandagmiddag een warme maaltijd aan. Dit gebeurt in Huis van de Buurt in de Stevenshof. De maaltijd wordt gemaakt door vrijwilligers en is goedkoop en duurzaam. Die noemen we de lunch special. En daar kunnen mensen voor een eurotje een lekkere warme lunch halen. En die krijgen we in samenwerking met de Stichting Voedsel Surplus. Dat is een stichting die eigenlijk voedseloverschotten vanuit de horeca, maar ook supermarkten wil verminderen. En dus die voedsel wil geven aan sociale instellingen zoals bijvoorbeeld dit buurthuis. Waardoor wij goedkoop een lekkere maaltijd voor mensen kunnen neerzetten. De lunch heeft ook een sociaal aspect. Sommige mensen komen niet zoveel de deur uit. En die vinden het gewoon hartstikke gezellig om samen met iemand anders te lunchen. Of zelfs als je niet vaak de deur uitkomt, is het natuurlijk hartstikke leuk om gewoon gezellig met elkaar te lunchen voor een mooie prijs. Het sociale aspect gaat ook verder buiten de deuren van het buurthuis. Als er mensen er niet komen, dan ga ik bellen waar ze zijn. En dan maak ik me wel zorgen eigenlijk. En ja, ik doe het uit liefde. Ik heb altijd gezegd, ik doe 10 jaar in de vrijwillig werk. En ik doe het met plezier eigenlijk. De lunch is bedoeld voor iedereen die in de wijk de Stevenshof woont. Het is wel op is op. We moeten het doen met wat we hebben. Omdat het natuurlijk voedseloverschotten zijn. Die worden ingevroren omdat ze bijna over de datum gaan. Dus het is voor ons ook elke keer een verrassing wat we meekrijgen van de supermarkt. Dus het is af en toe nog creatief het menu samenstellen en dan kijken we elke week wat we kunnen serveren. Voorlopig zal de lunch iedere maandagmiddag plaatsvinden in Huis van de Buurt in de Leidse Stevenshof.